Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Mijn naam is Justin Kempers, dus het is te lang weten natuurlijk. En ik ga aan een nieuw avontuur beginnen. Zoals jullie allemaal weten, ik hou ervan om video's te maken en ik hou ervan om mijn dingen te laten zien. Ook heb ik het de afgelopen tijd niet gedaan, dat weet ik. Maar dames en heren, het is tijd voor een nieuw begin en een nieuw aura. Het is het begin van een nieuw tijdperk. Ik heb hier zo, zoals jullie misschien wel kunnen zien, heb ik al mijn koffertjes en zo heb ik allemaal ingepakt. Want, dames en heren, ik vertrek naar Malta. Ja, het is een raar ding om te zeggen, maar inderdaad. Oh. Het is net een beetje raar om te zeggen, op deze manier zo, maar ja, ik vertrek naar Malta. Ik ga 5 maanden lang naar Malta, samen met de klasgenoot van mij, om vervolgens uit stage te lopen. Ik heb er zelf voor gekozen. Maar ja, zo'n kans kan ik natuurlijk ook niet laten liggen. Ik heb afgelopen tijd heel veel tijd vrijgenomen om met mijn vrienden nog even afscheid te nemen, met mijn familie even afscheid te nemen. Nou, afscheid nemen bestaat niet, zeg maar, het bestaat er natuurlijk altijd. Afscheid nemen bestaat niet. Maar gewoon eventjes een fatsoenlijke doei. Weet je, voordat ik wegga. Dus dat neem ik op zich nog wel fatsoenlijk om nog te doen, snap je wel? Hier is mijn moeder. Mijn moeder heeft er ook best wel zwaar mee natuurlijk. Hoe voel jij eronder, mama? Ik vind het voor jou echt super, super gaaf. Maar hoe voel jij erbij? Alsof ik een arm mis, een duim mis, een hartklep mis. Dat ongeveer. Maar je weet toch dat alles goed komt en ik alles vastleg voor je? Omdat het ook moet van je moeder. Nee, ik heb er zelf voor gekozen om alles vast te leggen. Weet ik, schat. En je gaat het allemaal redden. Ik heb je opgevoed. Ik weet dat je het allemaal kan en dat je het... Ik weet het. Maar dat betekent niet dat ik... Ja, het blijft lastig. Je gaat het heel goed doen. Het blijft lastig natuurlijk, hè? Lastig. Je gebruikt het woord lastig. Dat is misschien een verkeerde woordkeuze, ja. Als je maar... het gevoel hebt dat er een lichaamsdeel wordt geamputeerd, vind jij dat lastig? Dat is kut. Dat is heel kut. Dat is vervelend, is dat. Onaangenaam, ja. Invalide ben je dan eigenlijk. Een soort van invalide. Dan ben ik invalide de aankomende 5 maanden, ja? Dat is het goed. Weer. Nou, dames en heren, dit is mijn vliegtuigcheck. We zijn nu onderweg naar het vliegveld. Jullie kunnen het misschien lastig horen, maar we zijn onderweg naar het vliegveld. We zijn nu, denk ik, net 10 minuutjes onderweg, als het niet minder is. Mijn vader is aan het stuur, want ja, ik ga niet in deze emotionele staat zelf gaan rijden. Dat is gewoon gevaarlijk. Mijn moeder is natuurlijk mee en mijn vader is ook mee, want het is een zware dag vandaag voor iedereen natuurlijk wel. Ja, zo. dus. Ja. Wat vragen. Wat ga je doen? Ik ga stage lopen. Op de Gaza-strook? Nee, ik ga stage lopen op 1,3 Malta. Oh, dus je komt nog terug ook? Ja, ik kom nog wel terug. Oké, maar je brengt het alsof je naar de Gaza-strook gaat en de kans klein is dat je nog terug komt. Nee. Maar je zegt ervan bewust dat 5 maanden gewoon fucking lang is. Dus ik zie jullie wanneer ik op het vliegveld ben. We zijn aangekomen op het vliegveld. Het is de reis lang, best wel lang. Ja, we proberen nu door de rij heen te komen, alleen het is een beetje lang. Het is een lange rij. We zijn net door de douane geweest, alles is goed gekomen. Ze hebben mijn bom niet gevonden. Nee, maar we lopen dus nu richting onze gate. Mijn koffer, mijn handbagagekoffer, die is door Peter Griffin, want hij leek op Peter Griffin, die gast, is die meegenomen. Dus ik krijg hem als het goed is hier ergens nu terug. Ik weet niet precies waar ik hem terug krijg, maar ik krijg hem nog wel terug. Dat hoop ik, want daar zaten wel wat spullen in die ik nodig had, zeg maar. Dames en heren, ik ben in Malta. Ja. Ik ben erbij aangekomen. Het was een lange vlucht van 3 uur. Het is echt niet normaal lang. Maar zoals je kunt zien, ik ben er.
het is een lange vlucht. Ik wacht nu op Jarno, want Jarno zit nog in het vliegtuig op een of andere manier. En die wacht dus nu de bus om hier naartoe te komen. Tenminste, het vliegtuigbus. Ik heb echt een enorme dorst. Maar gelukkig is er overal wel wat te drinken. Dus daar ben ik wel blij mee. Dit is een beetje raar. Moet ik wel een beetje in Nederland denken hoor. Nederland, oh nee. Nee, maar ik heb dus echt super veel dorst. Maar ik zit nog even te wachten op Jarno. Alleen Jarno, ja, dit is gewoon een slomme kerel, joh. Oké, we zijn nu ondertussen al een tijdje later. Maar Jarno is met de bus gekomen en we zijn er. We zijn in Malta, dames en heren. We zijn op het adres aangekomen. We wachten nu alleen even op de gast van Airbnb. Maar ik zeg je heel eerlijk, de taxireis in de tour was wel echt heel leuk. Ja, wel heel veel dingen onderweg hebben we natuurlijk al gezien. Zoals de Burger Sink. De Burger Sink. Crazy. Crazy. De kerk. Oh, en de kerk. En de kerk hebben wij ook gezien. En nu zitten we te kijken naar een kat die nog nooit een vlogger heeft gezien, denk ik. Maar daar zit de kat. Als jullie goed kunnen zien, daar zit de kat. Goedemorgen, dames en heren. Het is al de volgende dag. Ik heb heerlijk geslapen in mijn Airbnb-kamer. Dit is mijn bed, hier zo. En dit is Jarno's bed. Ik vind het wel een beetje lastig wakker, want ik dacht van ja... Het is wel een beetje raar, hè? 5 maanden zonder ouders, zonder vrienden. De enige die ik heb is, ja, Jarno. Ja, het is wat het is, maar het is wel lekker zonnig. Het is heerlijk zonnig. Laten we er zo even naar kijken. Oeh. Crazy. Jarno, ik ga vandaag even boodschappen doen. Even wat dingen instaan. Ontbijt, avondeten, lunch. Dan zie ik je als ik weer onderweg ben. Persoonlijk vind ik dit toch wel echt één van de mooiste plekken op aarde. Voor mij is dit misschien wel de mooiste plek op aarde. Zo, de wind is wel aanwezig hier. Ik weet niet of jullie me kunnen horen, maar de wind is wel aanwezig. Dus dames en heren, de avond is aangekomen. Ik ben nu de avond aan het schillen voor het avondeten. Hè? Gewoon lekker AVG'tje in Malta. Sinds het een maand vlog is, dus ik eigenlijk niet echt voor film, omdat ik mijn stage bezig ben. En ook nog natuurlijk dingen moet regelen voor het huis hier zo. Kan ik niet heel veel opnemen, helaas, van de vlog. Maar wel hoe ik struggle met mijn aardappels schillen. En zo heb je een geschilde. En zo heb je een geschilde aardappel. Zal ik jullie gelijk even meenemen naar het geluid? Even een keuken dingetje. Op naar dag, weet ik veel. Ik weet niet meer, ik zie wel wanneer ik aankom. Dames en heren, geloof of niet, maar... Ja, alleen het vlees moet nog gekookt worden. Alleen het vlees moet nog gemaakt worden, of tenminste in de pan gestopt worden. Voor de rest, alleen nog maar garen, koken, eten. Dames en heren, ik ben op stage. Een rijpe berg gaan beklimmen. Zonder bril van Jarno. Ik zie niks. Ik zou nog een Escape of Thrones keer opgenomen. Om volgens het uitzicht te bekijken. Voor vissenvolk. Check dit uitzicht, dames en heren. Moving like the speed of sound. Crazy. Bijna niet te bevatten, joh. Dus, hier sta ik dan, boven op de berg. Ik heb net al heel wat b-roll opgenomen van natuurlijk de omgeving hier. Wat is die dan? Kijk even deze prachtige omgeving, dames en heren. Dit is toch wat voor je doet, of niet? Videoclip van Oh Yeah Yeah! Oh yeah yeah! Oh yeah yeah! Oh yeah!
dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij de vlog. Hey, yay. Ik heb niet heel veel kunnen filmen van natuurlijk mijn reis, een avontuur tot nu toe in Malta. Dat klopt, dat komt omdat ik heel druk bezig ben met stage en het maken van mezelf. Dat klinkt heel, heel hard. Het ontdekken van het eiland en de mogelijkheden die hier zijn, I guess. What the fuck? You guys, what up? Bij deze kookvlog. Wow, kookvlog, wow. Wat gaan we maken? Dat is een ding. Wat gaan we doen? Wat gaan we koken? Wat gaan we koken? Wat gaan we doen? Wat is de bedoeling hier? We gaan rijst maken. Rijst met saus. Rode saus. En dan ook nog wat groenten erbij. En ook vlees. Een lekker vleesje erbij. Dus ik was al een klein beetje begonnen, zoals jullie kunnen zien. Ik was al een klein beetje begonnen met de uitjes snijden. En ik had een paprika erbij gepakt. En ik had wat Thai red curry, had ik ook gepakt. Wat kokosnootmelk. Licht, want ik hou niet heel erg van kokosnoot. Mijn kamergenoot had al rijst, had hij al een beetje gemaakt. Want hij had zelf ook een rijstgerecht gemaakt. Ja, hij had iets van kots gemaakt of zo. Dus ik heb geen idee wat het is. Het is onze koelkast trouwens, koelkast review. Wow. Ik ga even de uitjes snijden. Dus, en wat paprika snijden. En dan ga ik de rijst opwarmen en ga ik de saus klaarmaken. Ik zie jullie wanneer ik klaar ben met het voorbereiden van. Ja. Nee, maar even zonder ongein. Ik moet even een nieuwe plaats vinden waar ik de camera kan neerzetten. Zonder dat hij flikkert en dat jullie alles kunnen zien. Zodat ik een soort timelapse kan maken ofzo. En ja, trouwens, ik ben naar de kapper geweest. Wat vinden jullie ervan? Ik zal even... Dames en heren, update. Ik heb de kip gesneden. Ik heb de ui gesneden. Het ui. Ik heb ui gesneden en ik heb paprika gesneden. Kijk, de kip is nu de pan. Weet je wat? Let's go. I'm the best player in the world. Dames en heren, het staat hier een klein beetje blauw. Dat is mijn fout geweest. Het is klaar. Het is eindelijk klaar. Oké, dus het is rijst met een rode curry, met kip en gele paprika, met ui en een light kokosnootmelk. Yes sir, yes sir. Ziet er goed uit, hè? Let op. Klaar, op, opper de pop, het is klaar, het is op. Dames en heren, bedankt voor het kijken van deze eerste vlog. Er komen nog vier vlogs aan. Dat zijn maandvlogs, dus natuurlijk vlog ik elke keer een beetje van mijn weken. Vlog elke keer één keer iets van de paar weken dat ik hier ben. Van de maand dan natuurlijk, hè. Ik kan zeggen dat ik af en toe wat minder content heb, maar het komt gewoon puur omdat ik niet altijd kan filmen. Dat is het ding. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat ik jullie weer een keer zie en ik spreek jullie later. Doei! Hallo iedereen, voordat deze video eindigt, ik wil graag mijn PowerPoint presentatie houden over mijn top 5 dolfijnen die ik heb gefilmd. Dit is gemaakt bij mij, Justin.
Nummer 5. Deze dolfijn. Deze dolfijn was aan het zwemmen. Dat was echt sick. Dan gaan we door naar nummer 4. Deze andere dolfijn. Deze dolfijn vond ik gaaf. Omdat de manier waarop die zwom cool was. Dat was enorm gaaf en cool. En de manier waarop die zwom vond ik cool en gaaf. Dan gaan we door naar nummer 3. Nog een dolfijn. Ik vond start, maar ik bedoel staart. Ik vond zijn staart mooi. Zijn staart was ook heel mooi. Mooie staart. Dan gaan we door nummer 2. De natte dolfijn. Deze dolfijn was erg nat. Jammer. Het is een dolfijn. En deze was echt dolfijn. Deze had me echt in het trans. Echt een streepmatchje nu. Bedankt voor het kijken van deze video nogmaals. Tot de volgende. Later.